Mijn vader achter de draaitafel. Een beeld dat me altijd zal bijblijven. Het is aan mij vanavond. Een huis vol mensen, dansend op mijn muziek. Enerzijds kan ik niet wachten, anderzijds ben ik blij als het voorbij is. Waarom voel ik altijd zoveel onrust? Tot het moment dat de muziek draait. Dan is er eindelijk stilte. Ik wil voor de muziek gaan. Voor volle zalen draaien. Net als hij. Hoi pap. Je hebt vanavond de eerste toch? Yes. Was ik nerveus voor mijn eerste set. Ik wist echt niet wat ik met mezelf aan moest op dat moment. Vertel mij wat. Yo, Noah, ben je zover? Je bent aan de beurt. Pap, ik moet gaan. Later. Dat je niet kennen, hè? Later, pap. Thanks, sir. Hey, cheers op jouw succesvolle carrière als artiest. En bij elke optreden vol trots op de eerste rij staan. Ja, dat gaan we nog zien. Hey, maar wat vindt je vader er eigenlijk van? Hey, bro. Lekker gedraaid, man. Noah was het toch? Ja, nice, hè. Was de eerste keer. Eerste keer? Hey, ik ken een manager. Hier is een kaartje. Hij gaat meer dan blij met je zijn. Ik ga een goed woordje voor je doen. Geniet van je avond. Dude, sick. Dit is waar het begint. Een belletje. En mijn voet staat aan de andere kant. Waar mijn passie mijn carrière wordt. Hey, met Chris van Beatflow Management. Ja, hallo, met Noah. We'll be right back.
Ready? Kom. We hebben een volle zaal, ja? En ze zijn helemaal hyped al door het voorprogramma. Dus jij hoeft alleen maar de energie hoog te houden en dan komen ze terug voor jou. Ja? Yes. Ja? Oké. Okay. Er wordt ook content gemaakt. Dus het is even belangrijk dat je dat deelt aan het eind van de show. Dus ik zorg dat je dat gedeeld krijgt. En daarna... Vergeet ook niet het publiek te bedanken, want er zijn wat comments van dat je egoïstisch zou zijn of afstandelijk. Dat is onzin natuurlijk. Heb je er wel zin in of niet? Ja, ja? Ja. Zeker. Kom op, hè. Ja? Kom, hè? Energie. Ja? Laat je niet kennen. Ja, gaan. Een van de dingen is wel dat het echt heel, heel veel is. In de zin van... In het begin was het, ja, tof man, helemaal een show. En dan ben je vooral gewoon heel enthousiast. Maar nu, ja, dan, ik heb denk ik een stuk of 15, 16 shows achter de rug nou. En dan is het van alles wat daarbij komt kijken... dat neemt toch wel de overhand qua de hoeveelheid tijd die erin steekt. Lang opblijven. Altijd 's nachts gigs hebben. Gewoon dat je lichaam moe is. Snel... drugs gebruiken. Het is wel onderweg naar werk in de trein ben ik bezig met dingen als een presskit bijhouden, contact met organisaties, etc. En terug met de trein ook. En als je dan thuis komt ook nog. En daartussenin ben ik ook begonnen met produceren natuurlijk. Dus dat probeer ik er ook weer ergens allemaal tussen te proppen. Dus het stukje echt ontspanning is er niet. Elke keer als iets viraal gaat op social media zorgt het ervoor dat ik streams krijg of dat er meer mensen naar mijn shows komen. Dus in principe, je bent afhankelijk van social media eigenlijk. Als je een keertje niet veel views krijgt of zo, dan heb je het idee dat je een soort van uit de game aan het gaan bent. Maar dan is het vaak toch chaos en er is herrie en iedereen rent van hot naar her. En is het echt op de after dat je in gesprek gaat en hey, ja, iemand gaat binnenkort een feest geven, et cetera, et cetera. De backstage en techno scene is gewoon, bijna iedereen doet. Dus je bent sneller geneigd om het ook te doen. En op zo'n after ga je niet, althans, ik zou het niet kunnen, om 7 uur 's ochtends of 8 uur 's ochtends of daarheen even helemaal brood nuchten en daar nog even een paar uur zitten. Let op jezelf. Zorg dat je niet over je grenzen heen gaat. Op geen enkel vlak. Blijf bij jezelf als artiest zijn, ongeacht alle onzekerheid die er op je af gaat komen.